Kijk, ik denk dat er sprake is van een, een schijnhuwelijk en dat is dus nu evident. Uh, de verwachting was, althans de hoop bij mij was, dat, ze, dat we met z'n allen alle neus in één richting zouden kunnen krijgen. En dat um, alle partijen volwassen genoeg waren en zijn dat. De prioriteit nummer één is economisch herstel. En daarom zijn we hier. Om te onderstrepen dat dit dergelijke acties en, en geroesemoes in die samenleving afbreuk doen aan van wa, van wat eigenlijk nu nodig is en prioriteit zou moeten zijn. En wanneer de partijen. Duidelijk lijnrecht tegenover staan. En dat haal ik gewoon uit het feit dat de VHP-fractie een brief schrijft aan de president over een ministerie dat is in een rege regeerakkoord eigenlijk aan een andere politieke partij is gegeven. We willen vooral geen politieke scheidsrechters of rechters komen spelen hier. Maar dat geeft wel een bepaald signaal. En dat is een verontrustend signaal. We gaan nu een moeilijk financieel-economisch herstelplan uitvoeren. We gaan dat traject in. Het gaat de komende maanden en het komende jaar tot aan de Half vergen dat iedereen, elke Surinamer, water in zijn wijn gaat doen, op welke, welke manier dan ook. We moeten dat allemaal onderschrijven. Maar dan krijg je dit soort situaties over een benoeming en gedoe over partijen, politieke partijen, geroesemoes. En elke keer weer krijgen we rumoer en geroesemoes over dat ellendige benoemingsbeleid. Ja. En dit is weer zo evident. Ja. Het is toch jammer? Ik ja. vind het doodzonde. En dat is toch triest? Je had, je had, we, we zouden transparantie krijgen. We zouden eerlijkheid krijgen. We zouden Surinaams belang krijgen. En nu krijg je allerlei verhalen. Eén zegt A, die ander zegt B. Wel goed, niet goed. Wel, voor mij is het nu kwaad, kwaad. het kwaadst. En dan moet alle kwaad moet weg. Want anders gaan we er niet komen. En de regering moet communiceren. Wanneer, je, wanneer er sprake is van een reshuffle of overplaatsing. Het is net als in het bedrijfsleven. Als ik kwaad heb gedaan bij een filiaal van bedrijf A, gaan ze me toch niet ergens anders zetten. Ze gaan me ontslaan. Oneervol. En dan moet ik maar ergens anders gaan solliciteren, gaan solliciteren ander werk doen. En dat is die vernieuwing en die verandering die we verwachten. Want dit. Nogmaals, voor mij is het is precies geen, hetzelfde. Geen goed bestuur. Nee. Het is hetzelfde als toen twee jaar geleden er ministers zijn gereshuffeld. Niemand weet tot de dag van vandaag waarom. Niemand weet wat ze wel of niet goed hebben gedaan. En dan houden we dit systeem in stand. En dat is wat we niet meer willen.